Goedendag. Ja, wisselvallig weerbeeld nog steeds deze dagen. Af en toe prachtige regenbogen te zien. Hier zien we ook mooi die regenflarden die naar beneden komen. Het is wisselvallig. Er zijn gelukkig ook wel mooie momenten. Kan je toch nog eventjes naar buiten toe. Maar dan valt direct op dat het wel erg nat is. Op veel plaatsen zijn weer tientallen millimeters gevallen de afgelopen dagen. En de komende dagen komt daar weinig verandering in. En de atmosfeer is echt volop in beweging. Kan ik u mooi gaan laten zien op deze weerkaarten. Boven de oceaan is het zeer onstuimig. De atmosfeer is erg onstabiel en dat betekent dat daar depressies aanwezig zijn. We zien er hier al eentje, er komt er weer een tweede onderdoor schieten. En dit is er niet zomaar één. Dat is storm Ciarán die tot ontwikkeling aan het komen is. En donderdag in Groot-Brittannië voor problemen gaat zorgen. Het ziet er naar uit dat het lage drukgebied, het stormlaag, echt wel duidelijk ten westen van Nederland blijft. En dat wij wel flink wat wind gaan meepakken. Maar waarschijnlijk komt het niet tot storm. Overigens, na storm Ciarán is het nog niet gedaan. Want kijk eens wat een enorm lage drukgebied er in het weekend weer ligt boven de Noordzee. Ook dat zorgt voor heel veel regen. Het blijft gewoon ronduit wisselvallig. En begin volgende week gaat dat gewoon door. En dan is het ook nog eens zo dat vanuit het noorden helemaal om die depressie heen wat koudere lucht onze kant op gaat komen, waardoor de temperaturen ook nog wat zullen dalen. Laten we nog even in detail gaan kijken naar de komende 24 tot 48 uur. Dan zien we dat er vanmiddag weer een aantal buien gaan overtrekken. Ook vanavond is dat het geval. Dan tijdelijk wat droger en dan aan het eind van de nacht en morgenochtend weer regen. Dan weer wat droger en dan komt er weer een volgend neerslaggebied. Kortom, die paraplu is gewoon iedere dag nodig. En de temperaturen, die liggen dan vanmiddag zo tussen de 12 en 14 graden. Met zoals gezegd in de loop van de middag vanuit het zuidwesten weer meer buien. Eerste deel van de middag vallen er ook al een aantal buien hoor, laat dat ook duidelijk zijn. De wind die waait uit het zuidwesten, maar die gaat dan tijdelijk wel wat afnemen. Draait naar het zuidoosten in de loop van de nacht en morgen overdag is hij dan meest zuidelijk. Dan hebben we ook weer veel bewolking en ook weer perioden met buien die over gaan trekken. En daartussendoor zijn er echt wel droge momenten en kan soms even de zon doorbreken. In het zuiden morgen misschien wel 16 graden met die zuidenwind. En dan de dagen na, ik gaf het al aan, het blijft bijzonder wisselvallig. Donderdag en ook vrijdag veel wind. Donderdag de meeste wind aan zee natuurlijk. Misschien ook wel zware windstoten, ik sluit dat zeker niet uit. En in het weekeinde veel regen. Temperaturen over het algemeen zo tussen 11 en 12 graden. Kortom, de herfst blijft zich van zijn natte kant laten zien. Nog fijne dag.